Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag in deze video een quarantaine make-up tutorial waarin ik je aan de hand van een aantal simpele tips laat zien hoe je makkelijk, verzorgd en natuurlijk voor de dag kan komen. Ik wil jullie allereerst eventjes verontschuldigen voor het geluid. Ik heb een buurman, ik weet niet, die heeft een hobby met grasmaaien, iets met een decoupeerzaag en allerlei dingen die heel veel geluid maken. Dus als jullie dat horen, excuses. Ja, ik kan moeilijk naar hem schreeuwen van je moet ermee ophouden, dus we gaan gewoon door. Deze video is sowieso wel voor mensen die een gecombineerde tot vette huid hebben. Dus het kan zijn dat wanneer je een droge huid hebt, dat het niet allemaal zo goed uitpakt als dat het voor mij werkt. Ja, verschillende huidtypes hebben verschillende invloed op producten die je kan kopen. Maar het product dat ik aan jullie wil laten zien is deze It Cosmetics CC Cream in de kleur Light. En deze heeft SPF 40 en belooft een poreless finish, full coverage, anti-aging, ik word ook een dagje ouder, en hydraterend serum zit erin. En de It Cosmetics CC Cream ga ik aanbrengen met de A30 kwast van Anastasia Beverly Hills. En dat is deze kwast. Dit is de foundation kwast. En ik dacht altijd foundation kwasten, dat is echt clean, klare onzin. Maar deze kwast, halleluja gewoon. Het is echt een hele dikke crème, ja eigenlijk. Maar hij is heel makkelijk en heel natuurlijk te verspreiden. Dus ik ben er echt helemaal weg van. Nou, het ziet er nu waarschijnlijk niet uit. Ik heb iets meer gepakt vandaag. Want anders zie je het waarschijnlijk niet goed op de video. En dan ga ik het nu verdelen over mijn gezicht. Nou, dit is dus hoe het eruit ziet met één laagje van die CC cream. Het ziet er echt van dichtbij ook. Het ziet er echt heel mooi uit. Ik kan me voorstellen dat wanneer je last hebt van plekjes, puistjes, roodheid, dat je misschien nog het een en ander wil verbergen. Daarvoor gebruik ik nu even de True Match Concealer van L'Oreal in de kleur 1N. Hele fijne ook. En die breng ik even aan op de plekjes waar ik dus roodheid heb. Zo, de basis zit erop en die ga ik eventjes afpoederen met de Clico Ocean Feel 02 Medium Beige met deze mooie kabuki kwast van Clico. Zo, nou dit was dus al de basis. Mega snel. Mijn wenkbrauwen ga ik dit keer doen met een nieuw product. Ik heb deze nog niet eerder getest, dus ik weet niet of het goed uit gaat pakken. Maar dat is de Anastasia Dip Brow Gel in de kleur Taupe. Als blush ga ik de Kiko Let's Coral Glow Fusion Powder Blush gebruiken. Dat was een hele mond vol. Ik ga hem er even lekker in doen. Komt in ieder geval genoeg kleur vanaf. En dan op de appeltjes van mijn wangen een beetje kleur in mijn gezicht brengen. De lipjes voor de lippen ga ik de MAC Dervish Lip Pencil gebruiken. Omdat ik vandaag toch een beetje mascara op wil om het toch wat sprekender te maken, heb ik vandaag de L'Oreal Unlimited mascara in gebruik. En ik heb meestal de waterproof variant hiervan, maar deze is dan niet waterproof. Maar het borsteltje is gewoon hetzelfde. Ik vind het echt een hele fijne mascara. Ik doe eigenlijk altijd de boven- en onderkant van mascara. Ik vind het bij mij echt niet staan als ik alleen de bovenkant doe. Laat hieronder even weten of jij altijd de boven- en onderkant doet. Of juist alleen de bovenkant. Voor de brons ga ik nog een klein beetje van deze Hoola bronzer aanbrengen. Dat is een van mijn favorieten. Maar hij is helemaal gebroken. Dus ik moet hem een beetje doen met wat ik nog heb, zeg maar. En die bronzer haal ik ook altijd nog een beetje zo over mijn gezicht heen. Puur omdat ik het mooi vind. Naast mijn neus. En een beetje op dat grote voorhoofd van mij. Wat ga ik eens met mijn haar doen vandaag? Ik denk dat ik het gewoon stijl hou vandaag. Even kijken. Yay! Dit kammetje. Scheiding maken. Dat is het verschil.
kant die gekamd is en de kant die nog niet gekamd is. Zo, dit was dus mijn quarantaine make-up tutorial. Waarin ik jullie dus een aantal tips heb laten zien waardoor je 's ochtends veel sneller klaar bent. En dus eigenlijk gelijk achter je computer, telefoon of tablet kan gaan zitten. Ik hoop dat jullie deze make-up tutorial leuk vonden. Laat even weten welke producten ik in de volgende video moet gebruiken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je heel graag weer terug in de volgende video. Doeg!